Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer gaat onverkort door met het wegwerken van de achterstand in grondaanvragen. Op vrijdag 28 februari is hiertoe wederom een stap verder gezet. Op het Altona-project de Vredenburg Serie B werd namelijk de derde serie grondpapieren uitgereikt aan personen die in aanmerking zijn gekomen voor een kavel op eerder genoemde locatie. Met 340 beschikkingen ongeveer vandaag. Bij elkaar, in de drie keren, denk ik dat we de 750 naderen. De bedoeling is rond de 2300 kavels hier op het complex. Maar u zult hebben gevolgd, een week geleden vroeg een oppositielid zich af waarom de regering hier heeft geïnvesteerd. Om die 170 hectare hier op te kopen, 2300 kavels daarvan te maken en het te geven aan mensen die het nodig hebben. Dat is de vraag die het oppositielid aan de president stelt. Weet u wat dat betekent? Als die persoon aan de macht komt, stop dit ding. Ik denk niet dat u dat wilt hebben. Hij geeft in principe aan wat zijn target is. In principe geeft het oppositielid aan dat dit project niet zou moeten doorgaan. Dus mensen die een bouwkavel nodig hebben, zouden niet in aanmerking moeten komen. De overheid zou dat niet als prioriteit moeten hebben. Dat is wat het lid zegt en eigenlijk vraagt aan de president. Ik vraag u om goed ernaar te kijken. En ook anderen natuurlijk die niet hier zijn. Wat eigenlijk het oppositielid verklapt. Als zij aan de macht komen, wat u kunt verwachten. Ik denk dat u weet wat u moet doen dus. Wij hebben een schedule. Behalve de projecten zoals Altona en andere projecten die gaande zijn in de verschillende districten of nog zullen komen, om alle districten aan te doen met het uitreiken van beschikkingen, dan praten we dan niet zozeer alleen over bereidsverklaringen, maar ook toewijzingen. Alle districten, alle 10 districten van Suriname, die volgen in de komende tijd wat beschikkingen betreft, toewijzingsbeschikkingen, bereidsverklaringen, goedkeuringsoverdracht, conversie, noem maar op. In het district Wanica, het bestuursresort Zuidoost. Het is deze regering menens om voor elke burger weg te leggen een stuk per se. En u bent vandaag de gelukkige om zo aanstonds in aanmerking te komen voor een bereidsverklaring. Ik wens op dit moment een beroep op u te doen om uw bereidsverklaring niet alleen te gaan bewaren, maar er zijn voorwaarden aan verbonden. Dat u binnen zes maanden uw verplichtingen nakomt. Ja? En hierna dat u niet gaat zwaaien ermee, maar dat u het tot ontwikkeling brengt. Dat is uw toekomst. Uw rechtszekerheid. Ik wil van hieruit wil ik het ministerie, in het bijzonder de minister van ROGB, zijn staf en personeel dankzeggen voor het succesmoment van vandaag. Ze hebben zich maximaal ingezet om u vandaag uw BV te kunnen aanbieden. Maar ook de regering wil ik heel hartelijk dankzeggen dat zij u een stukje rechtszekerheid kunnen aanbieden. Grand Tangi, het gaat u goed. Gefeliciteerd. Het is mij een waar genoegen als jonge, dynamische vrouw u toe te mogen spreken op deze bijzondere, maar ook bezinningsvolle dag. Vandaag is wederom de start van een nieuw begin in uw leven. Het is u allen bekend dat het hebben van een stuk grond een duurzame ontwikkeling is. Een ontwikkeling
toegehecht is. Deze omwenteling zal een positieve bijdrage leveren aan de groei van u allen, uw kind en kindskinderen. Want ook wanneer u er niet meer bent, zullen zij de vruchten van plukken. Ik hoop dat u allen bewust van bent dat deze regering werkt en dat uw belangen als burger centraal staat. De regering, Boutersche Adin, in het bijzonder de minister van ROGB, maakt met alle trots en vallen en opstaan alle beloftes waar om u en de uwen klaar te stomen tot volwaardige burgers. Ik druk u daarom op het hart deze regering wederom de kans te geven om ook zij die nog niet in aanmerking zijn gekomen onderweg te helpen naar dit groot succes. En aan zij die de hoop verloren hebben, wil ik zeggen, blijf geloof hebben in deze regering en bid als nooit tevoren voor onze president. Om bij een van de vele verworvenheden van deze regering en ook van de Nationale Democratische Partij, ook de grootste partij van Suriname, met name het uitdelen van beschikkingen. Groep beschikking is eigenlijk een onschuldig document dat onwetend is van zijn eigen waarde. Het lijkt gewoon op een stuk papier, niet weten dat de toekomst en zekerheid van velen draagt. Voor jullie straks een groep beschikking krijgen, wil ik alvast een stevige handdruk geven, zodat zij kunnen starten met de toekomst, een toekomst waar zij leuke herinneringen kunnen behouden. Het zal niet altijd makkelijk zijn wanneer u uw eerste voordeling zal plaatsen, maar wij geloven in dat u kan doen. Door beleidsie, tegenslagen en kritiek zullen altijd komen wanneer u straks zal starten bij het plaatsen van uw eerste stevige. Maar geef niet op. Laat niks of niemand in uw ogen staan. Besef dat deze regering en ook de NDP altijd achter u staan. En vandaag hebben ze bewezen. Door de grote beschikkingen die u strakjes in uw handen zal krijgen, een stukje toekomst en zekerheid zal geven. Weet je, ik ben een beetje emotioneel. Want het voelt goed aan. En waarom voelt het goed aan? Omdat de grote beschikkingen worden uitgedeeld aan mensen. En niet alleen aan mensen die niet op mij lijken. En ieder krijgt een grote beschikking als Suriname. Woorden schieten me eigenlijk een beetje tekort. Maar geloof me, er is verschrikkelijk veel vreugde in mijn hart. En ik ben heel blij dat ik er deel van mag zijn wanneer jullie hier zijn. Om een heel belangrijk deel van uw leven te veranderen. Ik weet dat velen van jullie hebben uitgekeken naar dit bijzonder moment. Maar laten we ook even rekening houden met iets anders. Laat het voor ons niet het moment zijn waarop we alleen vreugde en blijdschap hebben in onze harten. Maar laat het ook een moment zijn waarop we terugdenken aan de beloftes die zijn gemaakt en dat wat er toen ter tijd is gezegd. Kunt u zich herinneren wat er toen ter tijd was gezegd aan u? U ziet zelf dat deze regering hun woorden in daden omzet. De belofte die was gedaan om jonge Surinamers in aanmerking te doen komen voor een stukje grond of perceel. En dat wordt gerealiseerd. U die alle hier vandaag aanwezig zijn, u die geduld heeft opgebracht, die het vertrouwen heeft gehad in de regering en nooit heeft opgegeven. Maar jullie hebben vastgehouden aan die belofte. En ik mag u meegeven, samen met u zullen we allemaal getuigen zijn van deze werkelijkheid die u allen recht is. Nu moet ik naar domein, mijn stuk afleveren en naar Centrale Bank om een 200-serie te starten. En daar wachten op mijn beschikking, dan mag ik beginnen. Zo, blijf wachten.
Er is hoop. U komt zeker aan de beurt. Er zijn een aantal mensen, we hebben veel Surinamers. Dus als u rustig was, gaat u zeker aan in aanmerking komen. Voor mij is het een heel bijzondere dag. Omdat ik heb ook zo lang moeten wachten op een bereidsverklaring. En het is eindelijk zover. Dus ik vind het heel prima. Het is voor mij echt een... Ik weet zelf niet wat ik moet zeggen, maar het is een hele leuke dag voor mij. Ja, we zeggen 15 jaar of zo, ja. Wat ik zou zeggen, geef niet op. De regering werkt, die maakt alle moeite zodat een ieder eigenlijk een stuk grond kan krijgen. Een stuk perceel waar je iets op kan bouwen voor jou en je gezin, noem maar op. Dus geef niet op, zet hem op. Geduld hebben, het komt goed.